Hier zit de NOS-redactie. Ja, de podcast, hè, wordt vandaag opgenomen. Precies, elke vrijdagochtend. Werk ze? Ja, dank je. Het gaat wat langer, dit soort gesprekken, dan zeg ik altijd. Goedemorgen. Xander, waarom ben je zo vroeg, Xander? Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik iets meer van de structuur ben dan Joost. Maar mijn hele donderdag staat altijd in het teken van de podcast. Ben ik mentaal? Ben de ik, hele donderdag? De hele donderdag. Ik ben de hele week bezig met de podcast. Alles in het teken van de podcast. Dit is live beeld van de collega's van de NOS die nu op de stoep staan bij Algemene Zaken. Dus de inloop van de ministerraad. En dat kan je dus op zo'n intern kanaal kijken. Dus we wachten nu op Dennis Wiersma, want daar is iets mee. Ja, die schijnt niet altijd even leuk te doen, hè? Ja. Dan gaat hij schreeuwen, stampvoeten. Verbaast het jullie dan ook? Nee, want ik had het al eens gehoord. Ja, dat... Maar toen verbaasde het me wel overigens toen ik het de eerste keer hoorde. Radio 1. Dit is de stemming van Vullings en van der Wild. Ja, nou ja, grensoverschrijdend gedrag. Het stond deze week ook weer hoog op de agenda in Den Haag. Ja, want eerst was er een rapport van de Universiteit Utrecht over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Nou, ik heb het hier. Een heel algemeen stuk wel. Ja, wie weet nou het meeste eigenlijk van jullie? Ja, dat ben ik natuurlijk. Ja, je zou zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n rubriek als de voorspelling, waarin ik eigenlijk structureel voorsta. Dat ik dan het meest weet. De voorspelling. Nog komt vanmiddag de uitspraak in die zaak Richard de Mos. Ik denk schuldig. Ik denk vrijspraak. En onszelf geeft het de gelegenheid om nog meer te vertellen van de dingen die we horen en wat we meemaken. Hoe we door partijen worden bespind en dat soort dingen. Maar je hebt natuurlijk wel eens dat je een verhaal hebt gemaakt waar je achteraf denkt, nou dat had wel wat scherper gekund. Dat vertel je wel in de podcast. Maar houden jullie je ook in? In de podcast vind ik dat we echt wel diep gaan. Richard de Mos, vrijgesproken van corruptie. Komt net binnen. Oh, jij bent natuurlijk van de verslaggever die er was. Echt. Nee, maar dat is niet voorspellen. Dat is gewoon vals spelen. Nee, dat is vals spelen. Ik zie het nu. Ja. Ah, ja. Oh. Vrijgesproken van corruptie. Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Joe. Dag.